Heeft natuurlijk iedere dag rekenen. Maar gehoord, ja. Jezus, ik kan niks anders doen, want ik heb niks. Al mijn spullen liggen daar op de berg. Dus moeten we dadelijk als spullen terug hebben, eigenlijk iedere weg naar boven her en der een kampvuurtje neerzetten. Zodat we terug moeten rennen. En ze kijken of we ons eigenlijk terug kunnen halen. Is genoeg bij ons om het te maken.
En waar hebben we het op? In ieder geval even drinken. Oh, jullie kunnen wel gewoon naar boven lopen. Lekker erop. Kunnen niet springen. Ik kan niet naar boven gaan, maar jullie wel. Oh, kut. Nee. Ik heb geen stamina. Ik liep veel te vlug. Dat is kut. Fucking bo. Auw. Fuck toch op, Wolf. Fucking. Stamina. Kut. Dan weet ik niet eens meer waar mijn lijk ligt. Godverdomme! Ah! Die unlimited stamina mobs, die moeten ze echt eraf halen. Kut. Iemand waar mijn lijk ligt hierboven. Fucking bullshit. Dat is het. Dan moet ik al helemaal gaan uitkijken. Die wolf zit natuurlijk nu onderaan de berg. Au. Ja maar. Laat maar zo'n ding gaan. Ik
Wauw. Serieus? Blijft hij niet bij mijn lijk staan? Terug naar mijn andere lijk. Nou, mooi. Wauw, is hij meteen weer. Kijk er weer op. Waarom ben jij niet opgevreten door die wolf? Hier in de mountain. Wat moet jij hier? Ach, natuurlijk. Wel. Wel zo. Nee. Ik ook nog bijna op. Oeh, waarom glijden we nou ineens naar beneden? What the fuck? Ik blijf heel te staan en in één keer. Zo, jongens. Ik. Afgelopen. Wat ik. Ik terug heb. Ja, voel ik wel logisch. Maak je sommige dingen gewoon twee stacks, dat snap ik dan weer niet. Rond. Oh.
Damn. Flik toch op kut, Wolf. Wauw. Dat zou wel fucked up zijn. Ik. Putting 24. Wauw, dat was 42 vanmorgen. Bullshit. Natuurlijk komt die wolf iedere keer net. En hoe skills het erin afgelopen is. Ik was hem al aan het zoeken. Dan heb ik niet heel veel stamina. Kom jij achter mij aangeraakt? Jezus. Shit.
tijd al terug is, ben ik harder achteruit gegaan dan vooruit, zo moet ik zeggen. Niet met heel hard. Hij heeft zelfs mijn kampvuur kapot gebeten. Ja, lap. Ja. Beetje verder deze kant in. Dat ik dan niet deel dat hij een bord in mijn nek krijgt. Twee. Een griep van je. Dus zo. Heel veel mensen zijn best groot, moet ik zeggen. Die belt aan. Ah, hier, hoi.
kijken of we dan al gehad hebben. En hoeveel zilver het dan ongeveer is. In één keer, oké. Okay. Nou, vlucht hier nog aan. Wat ligt er nog meer? Een stuk verder met de zilvermijn. Een beetje een rampmaker hebben eruit kunnen stoppen. Te veel gewicht hebben. Zilver. Die hem bij me. Het niet hebben gehad, gek. Ik ga kijken of ik hier boven een altaar ben. Wacht. Bij mis, wat we nou gaan doen, maar. Daar we achter. Ik ga niet eens proberen op het moment. Ook deze stoomkolom groeit met stenen. Even deze 25 zilver wegbrengen. Geen probleem.
wat het dissolen aan moest. Oh. Niet. Zo dan. Aplast. Even een huisje met een portal te bouwen. En een paar bedden. Dan heb ik die troll niet achter me aan en dan zitten we wat dichter bij de berg. Zeker aangezien we daar zilver vanaf moeten halen. En de berg zelf nog verkennen. Ik denk natuurlijk dat ik al op mijn gewicht zit. Meenemen. Ook ook oppakken. Laat ik daar een portal base ding maken. Dadelijk ook bij maken. Kijk, uiteindelijk wel een goede run, langs dat behoorlijk wat gekost heeft aan skill levels. Behoorlijk wat obsidian en er zat nog meer op de berg, we vlug zagen. En ja, we hebben het eerste zilver. Kijk wat we daarmee kunnen. Jullie mij gevolgd. Twitch Prime sub received. Thank you for appeasing the Overmind. Hey Kevin, bedankt voor de resub. 30 maanden alweer. 2,5 jaar. Damn. Hoe is het, jongen?
Kerkhof. Hoe, en bij jou? Ja, ook hoe, hè. We hebben nog weekend op het moment, dus niet klagen. Oh, kut. Ik mag niet teleporten. vanwege dat. Het is zo ja, hier kan we altijd met de boot naartoe. Eigenlijk kijken. Oh nee, ons beest zit daar. Nou, ik kan beter daarheen varen, dat is makkelijk. Gaan we wel misschien eens kijken of we hier dicht aan het berg kunnen, dat we dan niet. Ja. Gaan we dadelijk doen. Nemen we de boot mee, komen hier even het ijzer halen. En dan gaan we eens even daar aan de zijkant kijken of we daar dichter bij het berg kunnen komen om een huisje te bouwen voor de berg. Dus niet dit op beneden te lopen met zilver. Althans niet zo ver. Alles ook weer zo te zien. Niet drie rij genoeg. Dan niet. Die klans. Oh hier. Wat daarmee aan moeten. Dit. Ja. Met de boot. Kijk de hele boot mee. Dat zal ik eens een keer fatsoenlijk gaan nemen. Deze nu.
Even zilver ophalen. Even kijken of we de baas kunnen bouwen. En voor de verrassing gaan we weer eens een keer tegen. Dobber. Draait hier een vorm. Mm-hmm.
Daar ga ik steen. Oef. Naast de zandbank. Hey Tinus, goedemiddag. Someone has gifted a Class 2 access pass. New problem. Maak af en toe allemaal wel een foutje, toch? Let's see, op steen of iets. Verder van het landweg dus. Ja, ja. Au, au, au. Mag ik ook even rustig aan land zwemmen? Shaman, stop. Jezus Christus, zeg. Hij telt in ieder geval je streak niet, maar het aantal maanden wel, dat scheelt. Mm-hmm.
Oh, dat is toch even laag water. Oh, mooi vlucht terug naar de boot. Valt de game goed? Heel goed zelfs. Nog wel wat balancing dingetjes in wat nog gefixt moet worden, maar dat enige is. Oké. Moet ik zo even kijken als dadelijk beetje op veilige open zee zit. Veel stenen om te altabben. Even kijken. Hij zegt op Steam 93 uur. En dan denk ik dat de uur, twee uur van momenteel nog niet bijzetten. Dus we gaan richting de 100. Steeds spierpijn. Dichter bij de berg kunnen komen. De berg hoeft te lopen. Ja, dat is het geluk wat de game natuurlijk heeft, dat momenteel even een rustige periode met releases is. Kun je lekker op je gemak genieten van zo'n game. Survival games is toch wel een beetje ons ding, om het te zeggen. Heb je twee nieuwe vestjes besteld? Wat voor vestjes heb je besteld? Kunnen we mogelijk iets bouwen? Dat is super, maar ga eerst even daar kijken. Ik ga dat niet heel veel landen.